glucose verbranden. En dat gaan we aeroop doen met zuurstof. Je ziet hier het mitochondrium. Ik sta voor de binnenkant van het mitochondrium. En dit is de buitenkant van het mitochondrium. Zoals we besproken hebben, is dat mitochondrium verantwoordelijk voor de verbranding. Het grootste deel van de verbranding. Let goed op, we gaan de suiker verbranden, glucose, een C6-molecuul. Ja, ik weet dat er meer bij zit, dat weten jullie ook, C6H12O6. We gaan alleen kijken wat er met die koolstofatomen gebeurt en de rest laten we even zitten. Buiten het mitochondrium, hier in het cytoplasma, wordt dat C6-molecuul, dat glucose-molecuul, wordt doorgeknipt. En dan houden we dus twee C3-moleculen over. Dat gebeurt in heel veel stappen. Hier in de BINAS 68B, BINAS 68B, kan je zien hoeveel verschillende stappen. Uiteindelijk houden we een C3-molecuul over, pyrodrijvenzuur. Als we alle kosten en alle baten bij elkaar gaan optellen, dan zien we dat er direct 2 ATP uitkomt. En 2, die staat hier niet, 2 moleculen die NADH heten. NADH is een molecuul wat veel energie in zich heeft. Maar, zoals je weet, NADH en alle andere, zoals glucose ook, kan niet in die cel direct gebruikt worden. NADH moet eerst verwerkt worden tot ATP. Want dat was de universele energiebron van alles wat in die cel gebeurt. Als we dat pyrodrijvenzuur of pyruvaat, als we dat uiteindelijk hebben in het cytoplasma, kan dat door de dubbele membraan heen van het mitochondrium in het mitochondrium terechtkomen. En daar kunnen we daadwerkelijk de verdere verbranding gaan doen. En de reactieproducten uiteindelijk zien terugkomen van verbranding, want C6H12O6 samen met zuurstof moet CO2 en H2 opleveren. Dus ik ben benieuwd, waar komen die CO2, waar kunnen we die terugvinden? Goed, de eerste stap van dat C3, want we gaan nou verder met één pyrodrijvenzuur, pyruvaatmolecuul kijken. Dat C3-molecuul, dat wordt een C2-molecuul. Pyrodrijvenzuur wordt acetyl. Acetyl, een C2-molecuul. Waar blijft dat andere C-molecuul? Dat splitst zich af en dat wordt CO2. Dus we gaan naar 3 C-atomen, naar 2. En we hebben onze eerste CO2-molecuul hebben hier geproduceerd. En zoals je ziet, komt dat CO2 dus van het pyrodrijvenzuur en dus van die glucose. Niet van zuurstof, wat je misschien verwacht. CO2 komt dus van glucose, van pyrodrijvenzuur. Dat C2-molecuul, dat acetyl, dat wordt verder ingebouwd en, even denken, klopt dit? Dat wordt verder ingebouwd in een cyclus, zoals je hier ziet. Citroenzuurcyclus, de Krebscyclus. Dat is een andere naam daarvoor. Die citroenzuurcyclus is een cyclus, zoals de naam zegt. En dat acetyl moet hier bovenaan die cyclus, moet daar in die cyclus gezet worden. Daar heeft het een bepaald enzym voor nodig. En dat heet een coenzym A. Ik weet niet waarom het deze naam voor gegeven heeft. Maar coenzym A zorgt ervoor dat het acetyl in die cyclus terechtkomt. Van hier naar daar zie je dat dat een NADH oplevert. Eén NADH levert dat op. Dan zitten we met dat acetyl. Dat zit in die cyclus. En dan... Dus dat acetyl is dus een C2-verbinding. Die cyclus staat ook in je BINAS. 68C, dan zie je de cyclus helemaal voluit in molecuulformules staan. Wat zie je daar gebeuren? En ik heb het water heb ik er niet ingeschreven. Er komt water uit, er gaat ook water, H2O gaat erin. Maar je ziet hier nog een CO2-molecuul eruit komen, samen met deze vorige. Is dat, hè, is het tweede CO2-molecuul. En je ziet die NADH, weer NADH. Je ziet hier een ATP-molecuul en het laatste CO2-molecuul uit vrijkomen. En een nieuw molecuul voor ons, FADH2. Dat FADH2 heeft een soortgelijke functie als dat NADH, maar daar komen we op een later stadium terug. Hier krijgen we nog wat wisselingen van
van de moleculen. Er wordt wat geschoven met atomen in dat molecuul. En uiteindelijk komt er hier een C4-molecuul uit. Die is klaar om het nieuwe acetyl op te nemen. En dat gaat dus door hier weer verder als een C6-atoom. Dus die cyclus is niets anders dan eigenlijk een basis van C4, wat daar de cyclus in zit. Er komt C2 bij, dat wordt C5, wordt C4, wordt een beetje omgebouwd tot een nieuw C4-molecuul. En dan kan die een nieuw C2-molecuul accepteren. NADH, NADH, NADH2, NADH hier en NADH daar, die gaan naar een proces wat oxidatieve fosforylering heet. We zitten namelijk nog met een open vraag. Het water heb ik hier uitgelaten, maar het water dat komt hier vrij. Deels. We hebben glucose, we hebben CO2, maar we ademen. We hebben ook zuurstof nodig. Waar is dat zuurstof voor nodig? Nou, dat zuurstof is nodig, het wordt gezegd al, hier in dit proces, oxidatieve fosforylering. Wat blijkt nou zo te zijn? Dat NADH en die FADH2 moleculen die gaan hierin en daar komt ATP voor vrij. En dat is wat we uiteindelijk nodig hebben. We gaan hier dieper op in de volgende filmpjes. Dankjewel.